Goedemorgen, het is weer zaterdag en leuk dat je weer meekijkt. Gaan we wat doen? Nee, ik heb niet veel te doen. En ik heb ook niet zoveel zin, eerlijk gezegd. Maar goed, dat komt misschien nog wel en dat leg ik misschien later nog even uit. Ik ga nu even een medicijntje nemen, ga ik even mijn dingen doen. Daarna ga ik aan de site werken, want mijn foto's doen het niet. Kutzooi. Dus... Het is echt kansloos weer ook. Maar het is de zomer. Ik wil zon. Zon. Maar goed, tijd voor mijn medicijnen. Mijn foto's doen het. Maar vraag niet hoe. Oh, kloot zeg. Kijk, die doet het nog niet. Oh. En het is alweer lunchtijd ondertussen. Echt de meest waarlijke vlogger vandaag. Ever. Wat ik al zei, dit wordt echt de meest kansloze vlog die ik ooit gemaakt heb. Ik heb echt niks te doen. Ik ga naar de zonnebank zo. Gewoon puur uit verveling. Dus zo. En ik heb ook niet echt veel te vertellen. Nee. Niet eens lekker aan het knutselen. Gewoon lichte serietjes te kijken. Wat er als aan doen, dat weet ik niet. We zijn gewoon lekker in zen-modus. Dus. Ja, ik wil eigenlijk wel slapen, want ik ben moe. Ik heb echt heel weinig geslapen. De afgelopen 21 dagen. Dus. Ik heb ook niets op te ruimen. Ik moet alleen even mijn wasje doen. Maar ja, dat is nou niet echt vlogwaardig, toch? Kijk hoe ik mijn was eruit haal. Dus. En onder de zonnebank ga ik ook niet filmen, want doen we niet. Dus ja, dan taal ik alleen kipsaté maken. That's it. En ook hoor een kind naar beneden komen. Het is lekker aan het knutselen. En even kijken, dinsdag komt er een blogpost van Niel online. Waar ze de do-it-yourself spulletjes laten zien. Dus dat is wel leuk. Ja, lekker bezig. Ik wil zon. Maar goed, ik ga je niet langer lastigvallen met mijn slappe bullshit. Het is 1:50. En ik ga nog in de nesten murren. Slaapvloggie. Ik ligt te kijken. Teen Wolf of zoiets. Teen Wolf. Oh, we moeten nog even een lijstje maken, hè, met allemaal Netflix series die jullie kijken. Hebben mensen nog gereageerd omdat die over dat hun vraag van de dag mogen verzinnen? Nee. Heb jij een vraag voor de dag van vandaag? Daar wordt nog over nagedacht. Nou, liggen jullie, nou, ik weet niet of het echt nou een vraag van de dag is, liggen jullie ook tot, nou, gewoon de hele dag zat in de Netflix te kijken. Oké. Dus de vraag van vandaag. Liggen jullie ook wel eens tot 1 uur of langer in de nest Netflix te kijken? Ja. Dus, ik had zo'n zonnebank, denk ik. Mag dat? Ja. Nee. Waarom niet? Cool momentje. Dus. Ik ga daar misschien even een douche. Dat moet. Wat ga je doen? Douche. Zo, geloof het of niet, maar ik ga gewoon echt vlog afsluiten. Nou ja, vlog. Ik durf niet eens mijn bed te nemen. Vlog. Echt. Maar ik heb het de hele dag gewoon gekloten gedaan.
mij dus in bezig geweest. Of nou, hij niet eens bezig geweest, jezus. En was hij lekker op bed gelegen, gewoon op de bank gelegen, want hij heeft echt pijn in zijn kop weer. En ik loop lang van het eigenlijk. Ik ben ook niet aan de zonnebank geweest. Echt zo'n luie dag. Hij moet ook een keer kunnen, toch? En het weer zit ook niet echt mee. En morgen wordt ook weer kut weer. En oh, we hebben bijna vakantie. Of nou, niet, we hebben vakantie. Rachel die moet nog tot woensdag naar school. En het wordt echt heel spannend voor haar. Ja. Woensdag is de musical. En woensdagmiddag heeft ze kennismakings met haar nieuwe klas, zeg maar, op de nieuwe school, op de middelbare. Super spannend voor het kind. Ja, woensdag vloggen we trouwens ook nog, want het is de laatste dag als ja, basisschool tut. En dat wilden ze wel gevlogd hebben, dus we gaan woensdag lekker vloggen. Ja. En ik hoop morgen echt wat meer vlogmateriaal te hebben. En nog eventjes wat anders, er komt deze week geen update van Project A. Ja, het zit er gewoon niet in. Ik heb niks nieuws te melden. Dus ja. Maar goed, ik ga toch wel wat dingetjes verzinnen om wat meer vlogmateriaal te krijgen. De meiden helpen me in ieder geval lekker met de site. Die zijn echt helemaal verslaafd aan het bloggen tegenwoordig. Ja, superleuk. Dus mama wordt een beetje aan de kant geduwd en de dames komen in beeld. Ja, lachen joh. Nou ja, leuk. Fashion, beauty, do it yourself. Ja, leuk man. Als jullie nou iets hebben voor een meiden, wat je zegt van, wil zij daar een stukje over willen bloggen? Meld het even in de comments. Want ze zijn echt helemaal super enthousiast en ja, super leuk. Dus, maar goed, ik kan nog een uur doorlullen, maar dat schiet ook niet op. Maar duimpje omhoog. Als je het leuk vond. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.